unlike, unsubscribe. Unsubscribe. Op dit moment vindt Social Media Week in 11 verschillende steden plaats, waaronder Chicago, Miami, Sao Paulo, Johannesburg, Mumbai, Sydney en wel voor de eerste keer in de Benelux in Rotterdam, wat op zich een hele logische keuze is, aangezien Rotterdam natuurlijk heel erg centraal ligt in diezelfde Benelux. Het bijzondere aan Social Media Week is dat we eigenlijk een volledige week aandacht besteden aan social media en innovatie. En dan niet alleen de marketing-communicatiekant van social media en innovatie, maar vooral het complete spectrum. We're not there yet. We're on our way. We're trying to learn. We're trying to embed social media in our working processes more and more. But trust me, there are also still police officers who say, that's something new. We don't have to do something with it. It's new. It'll go away. Well, it doesn't go away. Wij moeten mee met sociale media, omdat de mensen natuurlijk ook, als je bij een bus op je zit, je zit met je telefoon en je leest Twitterberichten en je krijgt het nieuws via Twitterberichten of via Facebook. Ja, dan zullen wij als politie actief moeten zijn op Facebook en Twitter. Dus voor ons verandert het in heel veel gevallen gewoon mee, net zoals de samenleving zelf. I was already social before I started with social media. So that's a little bit, and that's the key part of it. If you're not social, what do you have to do on social media? This is a cold case that will be published about right now on our Facebook page. And we are asking the people for help. Thinking about scenarios, what could have happened. And we have some very good experience by using some very brilliant, talented young people help us think in how we can solve the crimes. Or maybe someone 9 years later that recognizes those socks or recognizes the combination. You never know. So for us, it's a way to use social media in a new world. De toekomst is nog meer verweven met het werk wat we eigenlijk al doen. Nog meer verweven met de problemen die op straat spelen, maar ook bij de mensen die virtueel spelen. Dus als je in je tijdsgehecht is of je hebt problemen met het zoeken van iemand of een dierbare of een probleem op te lossen, ja, dan zal dat via social media steeds meer gaan gebeuren. En dan kunnen er ook steeds meer politieagenten virtueel meehelpen. Het mooie van social media vind ik eigenlijk is dat de wereld wat transparanter aan het worden is. Je hoort af en toe van die achterlijke grapjes die iets verkeerd doen op straat. Je staat gelijk met je bakkers op internet. En dat is eigenlijk een beetje hoe het vroeger ging, die sociale controle. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Je kunt niet meer een slippertje maken, want je wordt vervolgens gewoon geslacht op social media. Dus ik denk ook dat bedrijven niet alleen maar maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen omdat het een leuke marketingtrucje is. Het moet echt allemaal transparanter worden. En dat, ja, dat hebben we eigenlijk te danken aan social media. Dus de motivaties van bedrijven om maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen, ja, die wordt verder gedreven door hoe wij op social media af en toe een bedrijf even door het slijk heen halen. Social media is natuurlijk veel meer dan alleen Facebook en Twitter. Als jij social media binnen je bedrijf implementeert, heb je vaak te maken met een enorme cultuuromslag. Oud en nieuw gaan met elkaar samenwerken aan een nieuwe manier van communiceren. En die cultuuromslag is ook gauw wat onderschat wordt binnen bedrijven. En waarom social media ook vaak vooruitgeschoven wordt als iets dat komt later wel. Het is ook breder dan alleen marketing en communicatie. Het is ook een deken die over een bedrijf heen ligt of over een organisatie heen ligt en waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. De draai voor ons is dat die 40-plusser die leiding geeft, de aansluiting moet maken op alle veranderingen die er nu gaande zijn. En wij zien, en dat blijkt ook wel uit onderzoek, dat die aansluiting gewoon niet altijd helemaal goed gaat. En een van de vragen die ik wilde antwoorden is, die oude generatie ziet ons altijd zo op dat ding zitten. En die vraagt zich af, is dat nou sociaal? Die telefoon is nooit ver weg en ik ben wel altijd aan het kijken van wat gebeurt er. Maar ik denk dat het juist belangrijk is ook om af en toe even een stap naar achteren te zetten en te kijken wat gebeurt er nu en wat betekent het voor mij. Dus die reflectie die mag ook af en toe wel terugkomen. Ja. Vind ik ook, heb ik ook hoor. Je mag dat ding gewoon ook uitzetten.
vind ik eigenlijk wel een gezonde ontwikkeling als dat zou gebeuren. Het thema van deze week is natuurlijk the future of now, always on, always connected. En dat kwam mooi tot uiting tijdens de opening van de week, waarop mijn batterij leeg was en ik dus echt daadwerkelijk 4 uur lang unconnected was. En ik kreeg gelijk last van een soort van fantoompijnen. Ik was continu op zoek naar mijn telefoon, die ik wel vond, maar vervolgens daar helemaal niks mee kon, want de batterij was leeg. En dat illustreert wel mooi hoe afhankelijk we geworden zijn van onze mobiele apparaten. En dat als je maar 4 uurtjes offline bent, dat als je dat niet daar bewust voor gekozen hebt, dat je dat een heel groot gevoel voor onrust kan geven. Maar dat het soms ook wel heel erg fijn is om bewust offline te gaan. Voor mij betekent dat mijn smartphone om de 1,5 jaar versleten is. Niet omdat die out of date is, maar gewoon omdat die continu bij mij is. Ik heb die, ik denk, zoals heel veel mensen altijd bij, die ligt ook naast mij. Ik denk dat we allemaal always on gaan zijn. Als we straks allemaal een smartwatch gaan dragen, zal het nog verder gaan. En dat betekent dan in een omgeving van marketeers eigenlijk dat elk moment in een mensleven, elke seconde, plots een relevant marketingmoment wordt. Is dat real-time marketing kan je heel makkelijk combineren met social media. Dus zeg maar op de minuut laten weten wat er speelt in de wereld. Waar ook natuurlijk Twitter eigenlijk een beetje gebaseerd is. Maar ja, dat zijn een beetje de key takeaways voor mij die ik jou mee kan nemen. I believe a job description for social media service agents is like this. They are facilitators. They are detectives. And they are plumbers. Say what? Plumbers? Yeah, plumbers. Let me explain. If you want to be a facilitator, you have to show true interest and facilitate an authentic, open dialogue. And I've trained people to do that and adapt your tone. But maybe most important, give the stage to your clients. KLM is 3 jaar op rij uitgeroepen tot the world's most socially devoted brand. En wat het inhoudt is dat wij blijkbaar, uit de cijfers blijkt, dat wij als geen ander bedrijf laten zien dat we echt er zijn voor onze klanten. Dat we werkelijk proactief, actief die dialoog aangaan waar het ook over gaat. En op Facebook hebben wij bijvoorbeeld een response rate van meer dan 99%. En dat al meerdere jaren achter elkaar. En uiteraard hopen dat 2014 ook weer als beste uit de bus mogen komen. Create enthusiasm amongst customers. Everybody is happy when you can create enthusiastic customers. That's a nice flame to have. Like, let's create enthusiastic customers with each other. NASA is na de celebrities en na de social media bedrijven zelf het grootste corporate user van social media ter wereld. In ieder geval als je kijkt naar Twitter gebruik is NASA de allergrootste, groter dan de Coca-Cola's en General Motors van deze wereld. En dat doen ze met een heel klein team. En ze zijn in staat om dat te doen, omdat ze fantastische content hebben, omdat ze heel erg hun medewerkers, astronauten, wetenschappers, heel erg betrekken bij social media, bij het organiseren van events, maar ook bij het verspreiden van content en het maken van content. Daarnaast gebruiken zij heel erg actief hun community. De mensen die zij aanspreken met hun boodschap zijn zelf heel actief in het verspreiden van die boodschap en het populariseren van NASA en al die andere ruimtevaartorganisaties. En voor heel veel bedrijven draait het best wel om heel veel marketing en proberen heel veel geld te verdienen. Natuurlijk proberen wij dat ook, maar het is niet het primaire doel. Het primaire doel, de belangrijkste reden waarom wij er zijn op social media, is om er gewoon te zijn voor onze klanten. Wij zijn er omdat we klanten hebben. En als je die klant niet koestert, omarmt en er voor ze bent, met allerlei soorten feedback, of het nou positief is of negatief, leuke ideeën, gekkigheid, maakt niet uit. Daarvoor zijn we er. En wat wij merken, is dat juist door heel actief met ze te engageren, dat we echt invloed hebben op het sentiment online. En consumenten laten zich nou eenmaal beïnvloeden door andere consumenten, niet door marketingberichten, veel meer gewoon door wat lees jij op een review site, wat zeggen je vrienden in de kroeg. Daar laten mensen zich beïnvloeden. En wij merken gewoon, dat hebben we ook aantoonbaar kunnen maken met wetenschappelijk onderzoek, dat het online sentiment rond KLM echt significant verbeterd is. Puur door social media. I think enthusiasm is probably even
infected more when you talk face to face. And that will always be there. But the interesting thing about social media is that it's very transparent and it's very wide, and you can see a flow going all over the world when people are really touched in their hearts. That's the most interesting thing about social media. It's the top of the iceberg of how people really interact in real life. And it's a great place to experiment, to play, and to see what your way of creating enthusiasm is. Echt heel leuk om, ook al is het digitaal, je komt met zoveel mensen in contact waar je anders nooit mee, die je nooit zou ontmoeten, die kun je eigenlijk online alvast ontmoeten. En dan in het echt kom je ze tegen en dan is het contact veel makkelijker gemaakt. Dus ik vind het voor je netwerk echt, is het eigenlijk onmisbaar. All that was cracked with a cracker inside. It's the idolized TV lame and finalized. And what has been stopped the heart instead of the mind. It's the hard look. I'll look in the mirror, same big heart once it's your light. Oh, do you like? I like. Een van mijn persoonlijke hoogtepunten deze week is toch wel de anti-social media demonstratie die er voor de deur van de Rotterdam plaatsvond. Daar waren een groepje betogers die luid scanderen, unlike, unsubscribe. En dat was wel fantastisch dat soort tegengeluiden dus ook plek krijgen op Social Media Week. Dat hebben we ook in het programma proberen te doen. Hello, Mr. Zuckerberg. You're here to do what? We're protesting against Social Media Week, which is happening all around the world this week. We think it's a travesty. Social media has capitalized our lives to the point where it's monetizing our friendships, our communities, our social networks, where people see no other option but to like, post, update, subscribe. And we just want to remind people that there's an alternative, that they don't have to do these things. Ready to go! Ready to go! Fired up! Ready to go! Fired up! Let's go change the world! Kijk, al de technologie, en dat staat ook heel erg centraal in deze week, wat er allemaal niet mogelijk is. Maar het moet ook vooral gaan van wat er ook kan gebeuren als die technologie in verkeerde handen komt. Want nu doen we allemaal van, joh, de mensen die het nu ontwikkeld hebben zijn rijk, dus die hebben geen monetair belang meer. Maar ja, goed, er hoeft er maar één tussen te zitten die op status kikt en die pakt misschien de technologie en doet daar verkeerde dingen mee. Dus dat is nog een zorg. Everybody is now connected, and everybody uses devices as their extension. So a smartphone is not only a tool, but it becomes part of your daily life. Which means that a platform like Instagram becomes a way to tell your story and to listen to the story of other people. Naast ons belachelijk uitgebreide programma hebben we ook een aantal side events, waaronder InstaWalk. Mensen kunnen op verschillende dagen wandelingen maken door de stad met een mobiele telefoon, foto's schieten en deze vervolgens op Instagram posten met de juiste hashtag. Hierbij leren ze echt op een andere manier naar hun stad te kijken. Wij verzamelen, we hebben een stadpunt en we hebben een route. Maar soms hebben we ook helemaal geen route, dan gaan we gewoon vrij lopen en dat doen Instagrammers heel graag, die ontdekken heel graag. Het enige kader wat ze willen hebben is eigenlijk dat vierkantje van een foto, maar verder houden ze niet zoveel kaders. Iedereen kan meelopen. Met een smartphone is een foto zo gemaakt. Toch is dit niet de enige reden dat het populair is. In deze wereld waar we heel veel versnelling hebben en mensen eigenlijk als een malle door het leven heen schieten, heb je met zo'n InstaWalk dat mensen in eerste instantie op een andere manier naar hun stad gaan kijken. En in tweede instantie ook veel meer met detail naar de dingen kijken en dat dan ook nog delen met de hele wereld. Wat hadden wij vroeger? Eén keer in de week kwam de pep in de brievenbus.
Maar... En daar stond dan de brievenrubriek in. Dat was het enige sociale media ding wat je had. De brievenrubriek in de pep. En nu, als ik nu dit, als ik nu een foto van jullie maak en ik zet hem bij Hans Wessels dadelijk op zijn Facebook, wacht dan, zo met jullie tweeën, krijgen jullie allemaal likes. Krijgen jullie allemaal likes. Ground control to Major Tom, the circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? I think the power of music is about bringing people together, and I think that social media has the same power. So hopefully people will use it in that way, so that it will bring, well, maybe world peace, or at least bring people together in the long run. Waar vroeger, als je ging sporten, was je een soort van los van alles. Hè? Soms zelfs wel mensen die dat ook heel prettig vinden. In het bos, helemaal niks aan je hoofd. Terwijl nu, je hebt je iPhone bij als je gaat hardlopen. Als je voetbalt, dan word je dus 64 camera's in de gaten gehouden. Allerlei GPS-achtige toeltjes. We zijn altijd always on, always connected. En wat je merkt, dat sport in een aantal dingen altijd als soort van pionier gebruikt wordt. En dus daarom is sport ook echt wel een plek waar de future al now is. Een aantal dingen waar wij het nu over hebben, die al gebeuren. Zo'n biologisch paspoort. Je kan gewoon gaan wachten tot het op andere plekken in de samenleving ook gaat gebeuren. Ik werk bij Microsoft en ik ga praten over hoe wij met onze klanten de conversatie aangaan. En dat doen we niet alleen met ons logo, dat doen we ook, maar we praten ook vanuit een persoon, vanuit employees die met onze klanten praten. Waarom social media? Ja, dat is een prachtige ontwikkeling natuurlijk, maar eigenlijk is het niet social media, eigenlijk is het gewoon mens. En dit is een manier waarop we anders communiceren met elkaar en daar is heel veel in veranderd. En social media is een middel om beter en anders te communiceren. Dus eigenlijk is mijn antwoord, zou de vraag kunnen zijn, waarom mens? We zoeken elkaar steeds meer op, dat zie je ook. Je ziet dat we eigenlijk een beetje uit die social media aan het wegbewegen zijn. En dat de deelname erin steeds kleiner wordt. En dat we ons aan het verplaatsen zijn naar face-to-face meetings. Want we willen elkaar letterlijk ontmoeten. We hebben elkaar een beetje onderzocht en willen elkaar toch weer ontmoeten. Dus dit soort bijeenkomsten zie je steeds vaker ontstaan. We zitten natuurlijk op Twitter, LinkedIn, Facebook. Maar we hebben ook sinds vorige week zitten we op WhatsApp. En hebben we een aparte WhatsApp-groep om onze stukken te verspreiden. Zodat lezers die meteen op hun mobiele telefoon zijn. Het thema van deze week is the future of now. Always on, always connected. Hoe ziet dat eruit voor jullie? Nou ja, voor NRCQ, dat is het mooie. We zijn een enorme speeltuin binnen het grote mediabedrijf NRC. Dus we kunnen gaan experimenteren met nieuwe vormen, met interactieve graphics, met proberen mensen te bereiken op plekken waar ze wel zijn, maar misschien geen krant lezen, geen fysieke krant lezen, geen papieren krant lezen. Dus daar gebruiken we bijvoorbeeld dan onze WhatsApp-groep voor, of gebruiken we Twitter voor, of gebruiken we Facebook voor, of LinkedIn. Wij zijn heel erg aan het kijken welke media kunnen wij gebruiken, welke netwerken kunnen wij gebruiken om onze verhalen te krijgen waar de lezer al is. En dat is voor ons de toekomst. Waar ik heel erg in geloof is in een goede customer journey en gewoon echt willen zijn voor je klant. En ook menen wat je doet. Het niet doen omdat het al eenmaal kan en er is. Nee, maar we menen het. En ik denk dat in dat klantcontact en gewoon een fantastische service verlenen en een goed product leveren, daar echt de kern in zit. Want dan gaan klanten over je praten en dan worden die ambassadeurs. En ja, betere reclame kun je niet hebben. Dan gebruik ik social media juist om die mensen wakker te schudden en te zeggen van joh, wees niet bang. Weet je, maar open op. Laat los wat je, waarvan je denkt, dat houdt me vast. Laat het los. Durf los te laten. En durf gewoon creatief te zijn en durf te vertrouwen op ideeën van anderen. En maak fouten. Maak duizenden fouten. Er is een mooie exhibitie in Rotterdam gaande. En die heet 1001inventions.nl. En dat gaat over de innovatie in de gouden eeuw. Dat is de 17e eeuw. Weet je, 1001 inventions. Dus we deden dat in de 60s, maar we deden dat in de gouden eeuw precies hetzelfde. Dus we halen wat we doen. Maar wat we gaan doen, dat weet ik nog niet. Dit event is een aanwinst voor Rotterdam. Omdat we hier voornamelijk gewend zijn aan culturele events en muziekevents. En dit is eigenlijk voor het eerst dat we een internationaal tech-event de stad hebben weten binnen te halen. En daarmee ook de stad neerzetten als kennisstad. En ik denk dat dat zeker iets is waar we de komende 2 jaar op kunnen voortborduren. Waarbij we laten zien dat Rotterdam een hele logische keuze is om een event als dit neer te zetten.